Hallo allemaal, Koen hier van de Kloostergang en vandaag gaan we jullie laten zien hoe we een trappist inschenken. De reden waarom is, een trappist is een natuurlijk product en het is belangrijk dat we dat op de juiste manier één bewaren en inschenken, zodat we er echt van puur kunnen genieten. Ik ga het in enkele stappen laten zien hoe dat we het correct moeten inschenken, zodat jullie er thuis of in onze bar, als jullie het zelf inschenken, puur van kunnen genieten. Alright. Het begint allemaal natuurlijk bij het bewaren van bier. Zoals jullie weten waarschijnlijk in een donkere, koele ruimte bewaren. Zonder dat er licht aan kan, zonder dat er zuurstof aan kan. Een kelder, een koele garage is daar ideaal voor. Als je een biertje gaat drinken, laat het zeker een weekje rusten in die garage of in die kelder. Zodat de gist goed kan zakken. En dat als we het open doen, het niet gaat overschuimen. Ook brustbewegingen, zoals het wild uit de frigo pakken of wild uit een bak en rap open doen, dat is natuurlijk niet goed voor het bier. We willen natuurlijk dat dit bier zoveel mogelijk in ons glas terechtkomt, met het nodige schuim. En dat is enige kunst, zeg ik altijd. Het begint natuurlijk met het glas. Zoals jullie zien, dit is een latrapglas. Ik heb hier enkele glazen naast mij. De typische kelkglazen, een fantastisch mooi glas van Westmalle. Dit is ook heel traditioneel. Bijvoorbeeld deze is van Oostenrijk, Stift Engelsel, net zoals Cardenia, net zoals Achel. Een van de mooiste glazen persoonlijk is het Orval, de Chalice. Zie je, mooi. Vandaag heb ik gekozen voor een latrapglas. Ik vind dat ook een heel mooi glas, ook mooie lijntjes, creëert een mooie schuimkracht. Je creëert ook zo, als je het inschenkt, een mooi ronde tornado voor ons, zal ik zeggen. Latrap heeft er nog twee andere, de witte, voor de witte, en de puur voor een bijna zo goed als biologische pils. Alright, dus het is belangrijk dat de glazen heel proper zijn. Lief ze niet in het machine te steken. Eén. Voor de liefhebbers van hun glazen, het randje, het gouden randje gaat direct weggaan, het logo gaat weggaan. Maar ook, het is nooit niet goed voor een bierglas in een afwasmachine te steken. Het is veel beter om het handmatig goed te schrobben. Je hebt van die borstels waar je zo mee kunt doen. Koud water, geen heet water. Terwijl moet het kokend water zijn, want dan verbrand je handen. Dus koud water, goed afspoelen. Even laten drogen. Goed afdrogen met de juiste handdoek, zodat we geen vezeltjes hebben. En dan moet het blinken. Dus deze heb ik net afgewassen. Blinkt heel mooi. En wij gebruiken ook bepaalde zeep. Die het schuim niet afbreekt. Dat is ook heel belangrijk, want als je hier een klein beetje drift in doet, de dag daarna een bier inkapt, het in één keer een bom van schuim. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dat is gewoon een pure chemische reactie. Alright. Voordat we een biertje gaan inschenken, is het ook belangrijk, is het open doen. Een biertje doe je open op twee manieren. Niet in één keer, poef. We kennen dat allemaal wel met een briquet. En dat zo ver mogelijk schiet, dat is niet de bedoeling. Eigenlijk moeten we het echt met respect behandelen. En we doen het open in twee keer. En je gaat dat ook horen. Ik ga het wat dichter bij de camera zetten. Dat is het moment dat we het open doen, rustig. Laten we even het bier acclimatiseren aan de lucht. En daarna doen we het open volledig. En dat hoort je in twee stappen. Eén is deze. Pssst. Voilà. En twee is het open doen. Zoals je ziet, het bier komt in aanraking met de lucht en je ziet al een klein beetje naar boven komen. Alright, geen paniek. We gaan niks laten verspillen natuurlijk, dus we gaan beginnen schenken. Belangrijk is dat het glas en het flesje, dus waar het topje op zit, nooit elkaar raken. Waarom? Dat flesje heeft misschien, dat komt van Nederland waarschijnlijk. Ja, dat komt van Nederland. Dat heeft dus al aardig wat kilometers afgelegd in camions, in bakken. Mensen hebben dat aangeraakt. Dus de bedoeling is dat we dat rustig schenken. Van op afstand. En we houden het niet recht, want dan hebben we te veel schuim. We houden het een beetje schuin en we laten het er zachtjes in lopen. Voilà. En we zijn vertrokken. Je ziet, we hebben weinig schuimvorming. Dus hoe we een klein beetje hoger creëren we direct een beetje meer schuim. We kunnen een beetje rechter komen. Want ik zeg van, ja, oké, een beetje meer schuim. En het toffe is dat we deze volledig in controle hebben. Als je in het midden gaat, heb je meer schuim. Aan de zijkant en lager hebben we minder schuim. Alright. Natuurlijk zie ik van, oké, het hoedje staat erop. Mooi gedaan. De glazen hebben een lijntje. Deze lijntje zegt 0,25 centiliter. Wat raar is, want deze zijn de traditionele glazen die men krijgt als men een 33 flesje koopt. Dus het is letterlijk de bedoeling. Het is eigenlijk onmogelijk om dat bier hierin te krijgen volledig. Want dan hebben we geen schuim.
Dus nu, zoals jullie kunnen zien, het is op lijntje. We hebben hier nog minstens 2,5 cm in ons flesje. Ook de gist die plakt nog goed. Dus we hebben heel rustig geschonken in één keer, dat de gist niet kan weggaan. De schuimkraag is stevig, dus dat wil zeggen, als we ermee schudden, kan dat eigenlijk niet weg. Je ziet dat wel af en toe in een café, dat als je een pintje pakt, dat het wel direct is ingezakt. Of terwijl dat het dat er eigenlijk al geen schuim op staat. Het is heel belangrijk dat we het schuim breken in je glas, zodat het niet in je buik breekt. Want als je een biertje heel rustig inschenkt en het daarna opdrinkt, de kans is heel groot dat je daarna een frietje of eender wat in je maag terechtkomt, dat gaat een explosie van schuim gaat creëren. En dan heb je het gevoel van, amai, ik zit vol, het is mijn dag niet, en steek je het eigenlijk niet op het bier, en dat hadden we eigenlijk wel moeten doen. Dus je hebt gezien hoe trager dat we schenken, hoe meer schuim. Dus niet hoe rapper, hoe meer schuim. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Nu, we resten met de vraag. Ben nu al een minuutje aan het praten. Mijn schuimkraag zit er nog steeds mooi op. Wat gaan we nu doen met het bezinksel? Er zijn twee opties. We kunnen het erbij kappen. Dan wordt het bier een beetje meer troebel en verandert het ook van smaak. Of we kunnen het een beetje rondwanselen. En dan erin schenken, dan wordt het bier voller, troebelder en verandert het van smaak. En ik ga kiezen voor het tweede. Het leuke wat je ook thuis kan doen is eventjes proeven. Klein beetje walsen, dat is niet noodzakelijk. Ik heb gewoon graag dat de gist loskomt. Dan schenken we dat er mooi bij. Dat mag redelijk hoog, omdat we willen dat er terug de schuimreactie komt. Zo. Hupsa. Het allerlaatste plak nog tegen mijn flesje. Je ziet nu dat het veel donkerder, veel troebeler is geworden. En alweer hebben we de schuimkraag stevig gevormd. En dit biertje gaat nu wel echt een heel andere smaak hebben. En je kunt dus, als een garçon voor u het biertje inschenkt, krijg je soms de vraag, is het een troebele? Wilt je de gist of niet? Dus het is volledig aan u. Bij u thuis, schenkt hem een keer in zonder het bezinksel, daarna met het bezinksel, en je gaat direct zien wat het verschil is. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd. Ik hoop dat jullie er dorst van hebben gekregen. En ik zou nog maar één ding zeggen. Santé!